spanningen in de coalitie roepen vragen op bij leden van de Nationale Assemblée. Behalve dat VHP-fractieleider Aziz Kumar Gayadin aangaf dat er veel problemen zijn binnen de coalitiepartijen, merkte NDP-fractieleider Rabinder Parmisser op dat er een politieke onrust heerst tussen coalitiepartijen. Parmisser wijst erop dat het zogeheten regeerakkoord, waarbij eenheid in beleid, bestuur en leiderschap centraal stonden, in elkaar geslagen is. Het dreamteam heeft het land geleid naar een nachtmerrie. De vele oneenigheden tussen de oranje en gele partij in dit geforceerd huwelijk zijn niet in het voordeel van onze samenleving. De NDP mocht ondanks haar 16 zetels geen deel uitmaken van de regering. Achteraf gezien zeggen Allah ogri chawabung, grantangimasra. Want aan deze vernietiging, verloedering en verarming van de bevolking willen we absoluut geen vinger in de pap hebben. Terwijl de politieke onrust zich aan de ene kant voltrekt, neemt ook de sociale onrust ergere vormen aan. Parmisser uitte zijn zorgen over het gebrek aan aandacht voor de oppositie. Hij vindt dat het huidig beleid onder andere heeft bijgedragen aan een afname van het veiligheidsgevoel in het land, een vertrek van hooggeplaatst personeel en specifieke uitdagingen in het onderwijs en de gezondheidssector. Parmisser meent dat een groot deel van de uitspraken van de president tijdens zijn jaarrede niet in lijn leken te zijn met zijn daadwerkelijke handelingen. De president zegt dat hij leed van de bevolking hoort, ziet en voelt. En dat hij niet voor wegloopt voor die pijn. Hoe vaak zijn er geen protesten geweest in vele delen van het land? In Nikeri, in Koroni, in Wanica, Paramaribo, Brokopondo, noemt u maar op. In alle delen van het land zijn er protesten geweest. U hebt zelfs wekenlang hearings gehouden. Hoe vaak zijn er diverse lagen van de samenleving petities aangeboden aan de voorzitter van DNA? En ik weet van deze voorzitter dat hij het meteen heeft doorgeleid naar de regering. De president is nooit naar buiten gekomen om de mensen toe te spreken. Nada. Integendeel heeft hij manschappen met traangas, rubberen kogels, etc. op de bevolking afgestuurd. De beelden liggen er niet om. 17 februari is ons nog vers in het geheugen. Afgelopen week is de president vertrokken naar het buitenland terwijl er grote acties hier gaande waren. Hierbij hebt u duidelijk aangegeven waar uw prioriteiten liggen. Na 3,5 jaar in deze regeerperiode merkt Parmisser op dat er een uitdaging is ontstaan in het vertrouwen. Hij maakt zich zorgen dat in het resterende deel van deze regeerperiode mogelijk niet veel vooruitgang geboekt zal worden.